het kunstgras van de koel. Dat rijkelijk besproeid is door moeder natuur de afgelopen uren. Hier zie je wat naar beneden gevallen. Daar beneden had eraf gekund. Seuntjens staat op het middenveld als controleur. Een plaats gezakt, zodat dat dadelijk wel wat in beeld kunnen brengen. Zo langzamerhand zakt hij steeds verder naar achteren. Dan zou je mooi op je 40ste kunnen eindigen als vrije man. Hij heeft er het overzicht voor. En tegen die tijd ook wel de snelheid. Vanuit hier beterschap aan Maurice Stijn. Niet dat we ons zorgen moeten maken, maar het was meer dat gevaar om andere spelers dan met name aan te steken. Wat advies van de dokter thuisgebleven. Van harte beterschap. En voor hem te hopen dat hij er een vrolijke avond aan overhoudt thuis. Joosten, Opoku en Van Ooyen. En dan de diepste man is Blappa. Daarachter dus Post en Seuntjes als de controleurs. Rutte, dus niet geschorst. Demir van Brugge, Reusler en Koen. Maar wel een uur gemist, hè, die Rutte in de vorige wedstrijd. Oerenstal was ziek. Maar hij is er bij. Oh, zo belangrijk. Bij Excelsior dus Luigi Bruins terug en jarig. Jarig is trouwens ook, vergeet even niet te melden. Terwijl u de namen van Excelsior zonder enige verrassing aan u voorbij ziet gaan. Daar zit ook Burnett bij die een vraagteken was. Feliciteren we toch in deze moeilijke dagen. Gerald Promes, hij is vandaag jarig. En laten we hopen dat hij ook voorspoedig geneest van harte. Van harte beterschap en van harte gefeliciteerd, want dat gaat gewoon door. Voor Mounir Elhamdoui is het wel een prettige tegenstander tot nu toe geweest. Daar zijn we nooit van verloren. Bal binnengehouden door Van Ooyen. Op Rutte. Seuntjens. Dat is een aardige combinatie. Het schot is wat aan de bleke kant. Geen probleem voor Dame. Aan de andere kant. Het foutje. Met Saoud. Balletje doorgeven bij Edwards. Dat moet 1-0 voor Excelsior zijn. Nee, wat heeft Oenerstal toch een prachtige reflectie. Het is niet de eerste keer dit seizoen dat hij zo ongelooflijk belangrijk is. Dame wil toch ook niet de lange bal spelen? Nou, uiteindelijk wel toch. Wat hij die dat doet. Edwards. De bal die daar een beetje afviel. Tussen de benen terechtgekomen bij Messaoud. Ze kon ook niet echt verder. Joost. Het zijn aardige bewegingen. Nu het schot. Dat is prima reactie van Dame. Dat is op de momenten waarop je een beetje wacht. Fijne bal voor een doelman. Dat ook niet veel. Doeltrap. De vrije trap genomen. Bruins, Kalwijk en Fortes. Vorig jaar dus 2-3. Kan allemaal nog natuurlijk. Nou, ik kan me dat wel voorstellen. Zolang je een resultaat hebt staan. Deze tijd van het voetbaljaar ga je ook weer niet alle risico's van de wereld nemen. VVV wel het initiatief. Joosten. Joosten. En nu. Tegen Schout aan. Dan is het de rebound bovenop richting veranderd. Inzet van de Seuntjens. Is er dus een hoekschop die overgekopt wordt van dichtbij.
niet helemaal lekker getimed door Mlapa. Bessaoud. Komt niet aan paas toe, wordt goed verdedigd en heeft VVV de bal weer snel. En kan Dame een hoekschop niet voorkomen. Dame blijft staan en de bal daarvoor langs gekopt wordt. Post. Rutte. Van de bal gelopen door Messaoud en die krijgt dan in die extra tijd de eerste prent van de avond. Loopt Van Ooyen van de sokken. De vrije trap van Peter Van Ooyen. Dame wijkt terug en moet dan toezien hoe VVV in die slotseconde toestaat. Opoku doet het dan toch. 46 minuten en 11 seconden staat er op de klok. Ja, dat is nog eens in de slotseconde toeslaan. Opoku wint het van twee Excelsior-spelers. Schouten. Matthijs. Edwards, dat is goed gegeven met Saoud. Ja, moeilijke situatie. Nu is het een moeilijke hoek. Maar hij schiet hem wel zuiver binnen, maar Oenerstal heeft daar geen probleem mee. Van Ooyen nam de vrije trap op slag van Rust en toen werd het 1-0. En nu belandt de bal in de handen van Dame. Dat is de kopbal van Mlapa. Fortes. Edwards, goed weggelopen. Goed weggedraaid ook bij Post. Nog altijd Koen bij zich. En nu? Koolwijk. Terug naar Edwards. Ja, die krijgt de vrije trap mee. Het leek toch een tackle op de bal. Met verder allemaal geen probleem. Edwards staat ook meteen weer. Volgens mij speelt Koen keurig de bal. Koolwijk in de muur. Burnett bij de tweede paal nog met Saoud. Edwards. Wat wild en hard en dan bal overgeschoten. Nou. Dat werd uiteindelijk een makkelijk balletje voor Dame, die inzet van Ooyen op aangeven van Mlapa. Aan de andere kant, Oenerstal. Oenerstal, nee, er was niks aan de hand. Die gaat zomaar liggen en dan is Messaoud niet in de gelegenheid om uit te halen. Goed verdedigd. Ja, niet door Oenerstal dit keer. Die overschatte zichzelf een beetje. En misschien is ook wel wat gebeurd hoor. Het handje dan van Messaoud, even kijken. Ja. Dat is zo. Mounir El Abdoui eraf. Moe gestreden. Omar Sondam. Nou, niet bepaald een doel moeten maken. Bruins, Bessaoud. Bessaoud die de bal goed meeneemt. En daar is de bal binnen. Nee. Wat een goede redding van Oenerstal. Geweldige aanval ook van Excelsior en Omarsson bij een van zijn eerste acties. Bij de tweede paal komt hij die bal goed binnen. Prachtige paas van Bruins, eindelijk de diepte gezocht. Goede beweging van Messaoud om Post heen en dan Omarsson. En weer die reflex van Oenerstal. Zoetjes. En het misverstand. Omarsson, goed aangenomen. Omarsson, goed geschoten. Hier heeft Excelsior toch pech, want Dijsselder doet hier niet zoveel verkeerd. Ja, duim omhoog, mooie paas, allemaal waar. Goed aangenomen en goed snel geschoten.
Wappa. Verwachten een fluitsignaal. Joosten, snel. Dat is aardig geopend. Dat leek van deze kant. Maar het is in het zijnet. Schouten. Dat schot is een meter naast. Is dit geen buitenspel, dan kan VVV in de slotseconde toeslaan. Zoals ze dat ook in de eerste helft deed in de slotseconde. Nu Dame. Oenerstal dus de grote man, letterlijk en figuurlijk bij VVV. Dat wint dankzij die treffer van Opoku op slag van rust. Daar is Excelsior het slachtoffer van geworden. Excelsior dat voor rust via Edwards en na rust via Omarsson twee keer had moeten scoren. Dat naliet. En daarom verliest het met 1-0